Goedemiddag, fijn dat u er allemaal bent. Welkom. We gaan beginnen. U bent in Lux, u bent bij een vrijheidscollege. En dat is een heel erg speciaal programma. Ik ben ontzettend blij dat u er bent. En ook de mensen thuis. We hebben een heleboel camera's hier staan. Ik ben ook blij dat u kijkt. Hartstikke goed. Vrijheidscollege, het is een speciale dag. 5 mei vind ik altijd een hele bijzondere dag. En zeker vandaag, want vandaag bent u hier in het kader van Rondom Vrijheid. En dat is een programma georganiseerd door Lux, door de Bibliotheek Marienburg en door het Regionaal Archief. En ze hebben een dag georganiseerd met als thema vrijheid, vol met tentoonstellingen, vol met filmvertoningen, met lezingen en dus met een vrijheidscollege. En die vrijheidscolleges die zijn niet alleen maar op 5 mei. Wij van de vrijheidscolleges vinden het heel erg belangrijk dat het gesprek over vrijheid niet alleen maar vandaag of deze week gevoerd wordt, maar gedurende het hele jaar en op eigenlijk alle plekken in Nederland. En daarom organiseren we vrijheidscolleges en die zien er altijd hetzelfde uit. Het is altijd een uur, dan weet u dat alvast. Het eerste half uur geven we het woord aan een deskundige. Een deskundige op het gebied van vrijheid. Een van de 4 thema's van vrijheid waar ik het straks over iets meer over ga vertellen. Dus eerst een half uur luisteren en daarna is het vooral een half uur niet luisteren, maar meepraten. En daarom ben ik er. Mijn naam is Jelko, Jelko Arts. En ik ga ervoor zorgen dat u en de mensen thuis ook in gesprek kunnen met de gast. Ik ga dus vooral zelf niet al te veel vragen. Ik zal mijn best doen om af en toe ook misschien wel een beetje mijn nieuwsgierigheid te botvieren op onze gast. Maar doet u dat vooral zelf ook. Dus als u straks na afloop van het half uur iets wil weten, iets wil vragen, steekt uw hand op. Er komt iemand naar u toe met een microfoon en dan zorgen we er samen voor dat het inrichtingsverkeer in het eerste half uur zit en dat we daarna met elkaar in gesprek kunnen. Er worden ook opnames gemaakt, zoals u ziet. Trekt u zich daar vooral niet al te veel van aan. Iedere aflevering van de vrijheidscolleges hebben we een hele speciale gast. En we vinden het fijn om die colleges een beetje op dezelfde manier te openen. Waarom vinden we het praten over vrijheid zo belangrijk? En is vrijheid niet een veel te groot thema om over te praten? Daarom hebben we een kort introductiefilmpje van Theodore Roosevelt, de Amerikaanse president, die meer dan 80 jaar geleden een wereldberoemde speech heeft gegeven waarin 4 vrijheden centraal staat. Hij verwoordt daarin 4 vrijheden die wij ook graag aan iedereen in Nederland willen laten zien, omdat het college wat we straks gaan luisteren op 1 van die 4 vrijheden inhaakt. En ik kan dat filmpje zelf starten, heb ik me laten vertellen, met deze magische klikker. Dus we beginnen met een korte introductie. 1 van de 4 vrijheden die Roosevelt in dit inmiddels al bijna 80 jaar oude filmpje benoemt, gaan we behandelen. Dus kijk er vooral even met ons mee. Dit ben ik trouwens, Jelko Arts, moderator van dienst. Ik weet niet of ik daar iets aan kan doen. Oké. Okay. The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way, everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. The fourth is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world.
Ja, een historische speech wat ons betreft en met vier waarheden, vier vrijheden die nog steeds heel erg belangrijk zijn. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek, vrijwaring van vrees. En in ieder vrijheidscollege zoomen we in op een van deze vier. En vandaag gaat het over die laatste, vrijwaring van vrees. En we hebben een hele bijzondere gast naar wie we dus eerst gaan luisteren en wie we daarna misschien het hemd van het lijf kunnen gaan vragen. Ik vind het heel erg bijzonder dat ze er is. Zij is al 20 jaar lang directeur van Stichting Vluchteling. Zet zich wereldwijd in voor vluchtelingenhulp in humanitaire crisis. Ik heb ongelooflijk veel respect voor haar en voor de organisatie die ze leidt. Mag ik een heel erg groot applaus voor Tineke Seelen. Dankjewel. Dames en heren, beste lieve mensen. Ik vrees dat ik het niet alleen ga hebben over de vrijwaring van vrees, maar ook nog over de andere vrijheden die Franklin D. Roosevelt in 1941 formuleerde als wat hij beschouwde de basis voor de menselijke vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Elk mens, elke wereldburger heeft recht op zijn mening en mag die mening ook uitdragen. Datzelfde mens mag de God aanbidden die hij of zij verkiest. En ook heeft elke wereldburger recht op de basislevensbehoeftes, zoals een dak boven het hoofd, eten en drinken, medische zorg. En de laatste elementaire vrijheid volgens Roosevelt zou niemand bang hoeven te zijn voor geweld of onderdrukking. Ik ben sinds 2003, dit jaar inderdaad precies 20 jaar, de directeur van Stichting Vluchteling. En de afgelopen jaren, misschien hebt u mij wel gezien, reisde ik van oorlog naar crisis naar ramp. En ik sprak honderden, misschien wel duizenden mensen op de vlucht. In het komende halve uur laat ik u graag kennis maken met een aantal van de mensen die ik ontmoet heb op die vele reizen. En laat ik door middel van hun verhaal zien hoe het gesteld is met die elementaire vrijheden van Franklin D. Roosevelt. Voor deze groep mensen, mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht. Mohammed is 20 jaar oud en alleen. Ik ontmoette Mohammed in maart in Sarajevo, Bosnië. Mohammed komt uit Afghanistan. Hij is een Hazara, een etnische religieuze minderheidsgroep die zwaar vervolgd wordt door de Taliban. De Hazara zijn veelal Sjiïtisch of christelijk en de Taliban zijn orthodox Soenitisch. Nou, en dat verschil is voldoende reden voor de Taliban om de Hazara op te jagen, te discrimineren, tot slaaf te maken en in grote aantallen te vermoorden. En daarom zijn heel veel Hazara op de vlucht en Mohammed is er daar één van. De jongen is op het moment dat ik hem ontmoette in Sarajevo al lange tijd onderweg vanuit Afghanistan naar het welvarende, rijke, veilige Westen. En hij hoopt dat hij een toekomst kan vinden in Europa. En op zijn helse tocht om de Europese Unie te bereiken is Mohammed verschillende keren op gewelddadige wijze teruggeduwd. Hij is in ijskoud water gesmeten, zijn spullen zijn afgepakt, zijn geld is afgepakt, zijn telefoon is kapot gestampt, hij werd geslagen, hij werd mishandeld. En daarna werd hij ziek. Hij hield vocht vast, hij blies op en hij kreeg in het vluchtelingenkamp waar hij zat pilletjes en wat sussende woorden van de arts in het kamp en werd zo weer weggestuurd. Zijn klachten verergerden heel snel. En toen hij uiteindelijk in het ziekenhuis terecht kwam, toen was het te laat. Beide nieren van Mohammed, die hebben het opgegeven. Die doen het niet meer. Mohammed moet 3 keer per week aan de dialyse. En een dialysepatiënt, die moet heel goed uitkijken dat hij geen ontsteking oploopt of op een andere manier ziek wordt. En dus moet hij onder strikt hygiënische omstandigheden leven. En hij moet 24 uur per dag een beroep kunnen doen op hulp en eventueel medische zorg. Hoe had u dat gedacht in een vluchtelingenkamp? Een grote internationale hulporganisatie,
Daarmee heeft de Bosnische overheid een contract. Die is verantwoordelijk voor de vluchtelingen in de kampen in Bosnië. En die durfde de zorg voor Mohammed niet aan. Zij belde met de leidster of de oprichter van een lokale vrijwilligersorganisatie met de vraag of zij voor Mohammed zouden kunnen zorgen. En de oprichter van deze organisatie die zag geen enkele andere manier om dat behoorlijk te doen dan Mohammed zelf in huis te nemen. Stel het u eens voor. De hoop is dat Mohammed vanuit Sarajevo naar een ander Europees land zou kunnen en dat hij daar erkend wordt als vluchteling en hopelijk in aanmerking komt voor een niertransplantatie. Maar met de huidige gure wind rond vluchtelingen in Europa, ik neem aan dat u het allemaal leest in de kranten en ziet op de televisie, is het zeer de vraag of die hoop realistisch is. Iemand die gedialyseerd moet worden, die leeft daarna nog gemiddeld 10 jaar. Mohammeds klok tikt. Zonder hulp vanuit een westers land hoopt Mohammed 30 jaar te worden. Tenminste, als de leidster van die vrijwilligersorganisatie het volhoudt om voor Mohammed te zorgen. Van vrijheid van godsdienst was voor Mohammed geen sprake in Afghanistan. Van vrijwaring van gebrek, net als dat van angst, dat zijn voor Mohammed hele grote en onbereikbare dromen. Mijn organisatie, Stichting Vluchteling, die zet zich in voor mensen op de vlucht. Wij helpen met levensreddende hulp, tenten, eten, drinkwater, gezondheidszorg, contant geld, zodat je zelf kunt besluiten wat je het hardst nodig hebt. En we delen ook spullen uit, van een tandenborstel tot een deken, een oplaadbare zaklamp of een jerrycan, zodat je water kunt gaan halen bij de pomp die wij aangelegd hebben ergens of een collega-organisatie. Stichting Vluchteling heeft wortels in de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Om meer precies te zijn, verzetshelden als Gerrit-Jan van Heuven-Goedhart en Kees Brouwer stonden aan de wieg van onze organisatie. Van Heuven-Goedhart was journalist. Hij weigerde om samen te werken met de Duitsers of Nederlandse collaborateurs en werd een veelgezocht man. Hij was heel lang, hij was meer dan 2 meter lang, daardoor heel zichtbaar. En daardoor was het ook lastig om hem in Nederland te verstoppen. En hij koos ervoor om te vluchten. Hij is te voet over de Pyreneeën en daarna vanuit Spanje op een bootje naar Londen gegaan. En in Londen werd hij minister van Justitie in het kabinet Gerbrandy. Na de Tweede Wereldoorlog werd Van Heuven-Goedhart beloond voor zijn goede daden en werd hij de allereerste hoge commissaris voor vluchtelingen in Genève. En in die hoedanigheid mocht hij in 1954 in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Brouwer, de andere verzetsheld die aan de wieg van Stichting Vluchteling stond, die leidde de Albrechtsgroep. De Albrechtsgroep verzamelde militair strategische informatie die ze naar Londen stuurde en op basis daarvan bombardeerde bijvoorbeeld de geallieerde groepen, troepen. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Brouwer voor zijn heldenmoed de Militaire Willemsorde. We weten hoe bijzonder dat is. Brouwer en Van Heuven-Goedhart zijn de grondleggers van Stichting Vluchteling. En voor hen was de hulp aan vluchtelingen volkomen vanzelfsprekend. Van Heuven-Goedhart, Brouwer, Roosevelt. Mannen getekend door de Tweede Wereldoorlog en een rechte rug voor kwetsbare mensen. Vandaag de dag krijgt iemand die vluchtelingen helpt, beledigingen, bedreigingen en processen wegens mensensmokkel en spionage aan de broek, met een beetje pech. Tijden zijn drastisch veranderd. Ik heb veel geleerd van vluchtelingen de afgelopen 20 jaar. Het belang van vrijheid, wat een ontzettend groot goed het is om geen angst te hoeven hebben voor onderdrukking, terreur of geweld. Maar zeker ook om niet bang te hoeven zijn voor honger of verwaarlozing. Ik ben mij, voor ik veel met vluchtelingen sprak, er nooit van bewust geweest wat een ontzettend groot goed het is dat ik mijn eigen toekomst vorm kan geven. Dat ik mijn eigen keuzes kan maken. Het zou niet in mij opkomen dat het een luxe is
dat ik als diabetespatiënt, dat er insuline voor mij is en dat er zorg voor mij is. Hoezo zou er dat niet zijn? Sprekende met vluchtelingen zie ik vooral dat datgene wat voor ons heel normaal, voor hen een enorme strijd is. Een identiteitsbewijs, een dak boven het hoofd, onderwijs voor hun kinderen, werk, voedsel, gezondheidszorg, bewegingsvrijheid. Voor de pas 20-jarige Mohammed, om nog maar eens even terug te komen op hen, is levensreddende gezondheidszorg of een dak boven zijn hoofd helemaal niet vanzelfsprekend. En daarmee is zijn leven niet vanzelfsprekend. En blijkbaar vinden wij daar vandaag de dag niets van. Of we doen er niks aan. Getuigen ook dat het een vrijwilligster is die nu voor Mohammed moet zorgen in Sarajevo. En dat de gevestigde hulporganisaties die hier de verantwoordelijkheid voor zouden moeten nemen, dat we die niet horen. En ook wij Nederlanders staan toe dat kinderen, bejaarden, hoogzwangere vrouwen, mensen met een beperking, buiten slapen op het grasveld in Ter Apel. En dat autoriteiten de tentjes die lieve Nederlanders brengen om die vluchtelingen te behoeden tegen de elementen, dat die weggehaald worden. Hoe zit dat dan met die elementaire vrijheden voor die mensen? En waarom winden wij ons daar niet luidkeels en massaal over op? Soms zie ik mensen die de moed hebben opgegeven. Ik was in het noorden van Kenia, Kakuma Kamp. Ik stond wat te praten in de brandende zon te wachten op mijn collega's. En toen werd ik aangesproken door een forse man in een tamelijk potsierlijk driedelig lichtblauw pak. Een Burundees op de vlucht voor politiek geweld in eigen land. Hij was onderweg zijn gezin kwijtgeraakt en hij had alleen zijn jonge zoon nog bij hem. Daar, zegt hij, daar ligt hij. En hij wees naar een tent en ik zag daar een jongetje op de grond liggen. Ik schat hem 1 jaar of 8. We liepen er naartoe en hij was doodziek. Lijkbleek, hoge koorts, afwezig. En ik schrok en ik commandeerde de vader van waarom pak je niet een doekje en laat je op zijn minst die jongen een beetje afkoelen. Het was snikheet. De man die keek me heel onthutst aan. Hij wees op zijn driedelige lichtblauwe pak en hij zei, dit is het enige wat ik heb, mevrouw. Welk doekje? Toen raakte ik natuurlijk zelf de kluts kwijt. En toen zei ik tegen hem, waarom neem je hem niet mee naar een arts? Die jongen die is doodziek. En toen vertelde hij dat hij de dag daarvoor met die jongen op zijn rug, er was geen vervoer, kilometers in de brandende zon, meer dan 45 graden Celsius op dat moment, naar het ziekenhuis gelopen was. En daar moesten ze wachten. We moeten hier wel eens wachten in de wachtkamer in het ziekenhuis. Ik vertel u dat wachttijden in Afrika makkelijk op kunnen lopen tot vele, vele uren in die wachtkamer. En toen ze bijna aan de beurt waren, toen realiseerde de man zich dat er in het kamp de wekelijkse uitdeling van voedsel plaats zou vinden. En als hij daar te laat bij zou zijn, dat hij de komende week, hij en zijn zoontje, zonder eten zouden zitten. En dus, na even twijfelen, heeft hij het zoontje weer op zijn rug gehesen, is hij weer die kilometers in de brandende zon teruggelopen naar het vluchtelingenkamp, waar hij net te laat aankwam voor de voedselverdeling. Ik weet niet wat dit verhaal met jullie doet, maar ik word er ook na al die jaren nog altijd heel verdrietig van. De zoon was niet gezien door een arts en werd al maar zieker. En vader en zoon zouden de komende week ook geen eten hebben. Ik regelde een ambulance en zorgde dat de man alsnog een voedselrantsoen kreeg. En 2 dagen later bezocht ik samen met de vader het zoontje in het ziekenhuis. Hij zat rechtop overeind in bed en was er een stuk beter aan toe. Hij had malaria en hij was uitgedroogd. En dit zijn 2 ziektes die in een gewoon ziekenhuis makkelijk te behandelen zijn, maar onbehandeld al heel snel in deze omstandigheden dodelijk kunnen zijn. Na terugkeer uit het ziekenhuis was er 1 probleem opgelost, maar er bleven er nog genoeg over. Zoals daar was, een totaal gebrek aan toekomstperspectief. Miljoenen vluchtelingen brengen jarenlang door in afhankelijkheid en ledigheid. En een deel van hen woont in immense, diep ellendige vluchtelingenkampen. Een gemiddeld verblijf in zo'n kamp duurt 17 jaar.
Roosevelt's vrijheid van meningsuiting was er niet voor de vader in het lichtblauwe pak in zijn thuisland Burundi. En over vrijheid van gebrek hoeven we het niet meer te hebben, toch? Vluchtelingen die proberen naar Europa te komen, stuiten op prikkeldraad, honden, muren en onwillige regeringen. Alles wordt uit de kast getrokken om vluchtelingen buiten te houden. En overigens geldt dat in toenemende mate ook voor de landen in de regio. Want waarom, redeneert Kenia, moeten wij honderdduizenden Somaliërs opvangen als Europa gewoon de deuren potdicht probeert te houden? Ik was net 2 weken geleden in Noordwest-Syrië. Vanuit dorpen die volledig ingestort zijn, eerst door 12 jaar oorlogsgeweld en nu door een paar stevige aardbevingen, heb je uitzicht op een muur die 1000 kilometer lang is en die maar 1 doel dient. Voorkomen dat Syriërs al die ellende ontvluchten en naar Turkije of misschien wel Europa komen. Daarboven, ik refereerde er al eerder aan, krijgen vluchtelingenwerkers het steeds moeilijker. In de regio zelf, vanwege de toenemende risico's door de groeiende aanwezigheid van zeer gewelddadige groepen als de Islamitische Staat, Boko Haram en Al-Shabaab. En in Europa vanwege de risico's dat je zelf voor de rechter eindigt met aanklachten als spionage of mensensmokkel. Omdat je vluchtelingen hielp die dreigden te verdrinken in de Middellandse of de Egeïsche Zee. Een Nederlandse hulpverlener heeft zo al jaren een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen, omdat hij vluchtelingenbootjes op weg naar het Griekse eiland Lesbos wees waar ze vooral niet aan land moesten gaan, vanwege het gevaar om op de rotsen te lopen of vanwege de sterke stroming waardoor het bootje om zou kunnen slaan. Deze hulpverlener die loopt het risico om jarenlang in Griekenland achter de tralies te verdwijnen. En dit soort zaken die dragen natuurlijk bij aan een rappe verslechtering van de omstandigheden waaronder vluchtelingen vluchten en opgevangen moeten worden. Veel vluchtelingen zitten klem. Klem tussen de conflicten die zij ontvluchten uit hun geboorteland waar zij hun levens niet zeker waren. En landen die hen niet willen hebben. Veel vluchtelingenlevens zijn verspilde levens. Levens die er niet toe doen. Wereldwijd bevinden de vluchtelingenkampen zich op geïsoleerde, onherbergzame plekken ver van de bewoonde wereld. Het is echt geen toeval dat Ter Apel, het grootste asielcentrum in ons land, in het Weidse Groningerland ligt, op veilige afstand van de omringende dorpen en steden, ver van winkels en voorzieningen vandaan. In Griekenland en Bosnië, ik noem er slechts 2, ik kan er vele meer noemen, zijn kampen gebouwd met u aan mijn belastinggeld, die letterlijk in the middle of nowhere liggen. Om de kampen heen zijn dan ook nog eens grote hoge hekken gebouwd, rollen prikkeldraad er bovenop, uitkijktorens, camera's. Je komt er alleen binnen met je vingerafdrukken, je iris-scan en je papieren. Niet omdat hier zware criminelen opgesloten zitten, nee om controle te houden over mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In het huidige gure klimaat voor vluchtelingen redeneren we dat wij het niet aankunnen. Zulke grote aantallen mensen die om onze bescherming vragen. Dat ze in de eigen regio toch echt beter af zijn. Dat we mensensmokkelaars hun verdienmodel af moeten pakken. Dat veel gelukzoekers komen in plaats van echte vluchtelingen. We verzinnen kortom van alles om te legitimeren dat we zeer hardvochtige maatregelen nemen om mensen op de vlucht buiten de poorten te houden. Wij Nederlanders doen dat, de Europese Unie doet dat en ook de landen in de regio zouden dat het liefste doen. Van Heuven-Goedhart en Brouwer die gingen ervan uit dat het vluchtelingenprobleem tijdelijk zou zijn. Roosevelt achtte zijn Four Freedoms een ideaal dat nastrevenswaardig was en zeker geen onhaalbare kaart. Maar na bijna 80 jaar leven in vrede en welvaart is de principiële medemenselijkheid van waaruit Van Heuven-Goedhart en Brouwer zich inzetten voor vluchtelingen nagenoeg verdwenen. En voor ons zijn die 4 vrijheden van Roosevelt al bevochten en verkregen. En dus strijden we vooral voor het behoud van
onze vrijheid, voor wat wij al hebben. Er wordt nogal eens gesuggereerd dat vluchtelingen zwakke mensen zouden zijn, maar niks is minder waar. Vluchtelingen doorstaan eindeloze ellende, weten hun leven toch op de rails te houden, blijven overeind en als ze een kans krijgen, maken ze ook gewoon weer deel uit van een samenleving waaraan ze dan ook een bijdrage leveren. Jane, u ziet haar in beeld. Een jonge vrouw uit de Democratische Republiek Congo. De sterkste vrouw die ik ken. Zij zag haar hele gezin voor haar ogen vermoord worden. Daarna stond ze maandenlang vastgebonden aan een boom en werd ze verkracht door ontelbare mannen. Uiteindelijk werd ze voor dood achtergelaten. Nu, jaren later, heeft Jane ook na verschillende hersteloperaties nog altijd geen controle over haar blaas en haar darmen. Maar wel over haar leven. Jane loopt met opgeheven hoofd, monter, door een ziekenhuis in Zuid-Kivu en helpt haar lotgenoten. Jane laat zien dat je ook het allerergste kunt overwinnen als je maar de helpende hand toegestoken krijgt en iemand je in bescherming neemt. Maar dat laatste, dat lijkt steeds minder vanzelfsprekend te worden. Zijn er eigenlijk wel oplossingen voor mensen op de vlucht? Voor we het hebben over oplossingen, moeten we het natuurlijk eerst hebben over preventie. Voorkom dat mensen op de vlucht moeten. Inzetten op het voorkomen van oorlogen, conflicten, van onderdrukking en vervolging. Als je geen vluchtelingen wilt hebben, dan is het enige alternatief om ervoor te zorgen dat ze niet op de vlucht hoeven. We moeten dus internationaal veel en veel en veel sterker inzetten op conflictbemiddeling. Hoe realistisch is dit, hoor ik u denken. Nou ja, eigenlijk gezien de huidige stand van de wereld niet erg. Maar alle beetjes helpen. En als ik zie hoeveel geld we investeren op dit moment, hoeveel moeite we doen om vluchtelingen buiten te houden, inzetten op afschrikking, die niet werkt, dan lijkt me een longshot als conflictbeheersing een beter en humaner alternatief. Het werk van Stichting Vluchteling richt zich op situaties waarin preventie niet gelukt is en oorlog en conflict miljoenen mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht gejaagd hebben. In 2023 zijn er dat ruim 100 miljoen. Net geen 6 keer alle Nederlanders. Overigens zijn van die 100 miljoen vluchtelingen meer dan de helft ontheemden. Mensen die binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht geslagen zijn. Voor vluchtelingen, mensen die dus op de vlucht sloegen en een grens overgestoken hebben, zeg maar van Nederland naar België, bestaan 4 min of meer klassieke oplossingen. En de eerste is opvang in de eigen regio, het toverwoord ook van onze politici. 84% van alle vluchtelingen vindt opvang in die eigen regio, die meestentijds straatarm is, vaak buurlanden van conflictgebieden. Afghanen die zoeken een veilig heenkomen in Iran, Congolezen in Oeganda, Somaliërs in Kenia. En natuurlijk blijft 100% van alle ontheemden blijft in eigen land. Al sinds Van Heuvel-Goedhart is er veel te weinig geld beschikbaar om vluchtelingen en ontheemden te kunnen voorzien van ook maar de meest basale hulp. Grosso modo komt het erop neer dat elk jaar van de 8 tot 10 miljard die nodig is voor die meest basale hulp, hooguit de helft wordt bijgedragen door rijke, welvarende landen. Terwijl tegelijkertijd, we hadden het er net al over, wel miljarden worden uitgegeven aan grensbewaking en schimmige deals met landen als Libië, Turkije en nu Tunesië, om asielzoekers zoveel mogelijk buiten de Europese grenzen te houden. Als je kind voor het zoveelste jaar niet naar school kan, als je je gezin hooguit met heel veel moeite 1 maaltijd per dag kunt geven, als je de medicijnen van je chronisch zieke moeder niet kunt betalen, dan moet je er toch niet van opkijken dat mensen proberen om naar landen te trekken waarvan ze denken dat er wel scholing is voor de kinderen, dat er wel medicijnen zijn voor moeder en dat er brood op de plank komt. Dat het echt anders kan, laat een land als Oeganda zien, waar in het noorden vluchtelingen een stukje land
en bouwmaterialen krijgen waarmee ze zichzelf kunnen redden. Hulporganisaties zorgen dan voor onderwijs, gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen. Vluchtelingen mogen naar school en ze mogen werken. En daardoor trekken zij niet verder, ze blijven waar ze zijn en ze worden dankbare nieuwe bewoners van het land. En dit staat in heel schril contrast tot de wijze waarop vluchtelingen hier bij ons opgevangen worden, waardoor we een boze, gefrustreerde groep mensen in ons midden krijgen die jarenlang in de wachtstand gezeten hebben, hangend tussen hoop en vrees. Tel uit je winst. Hervestiging is een tweede oplossing. Een mooi idee, mensen uit onveilige situaties op een georganiseerde manier overbrengen naar landen waar zij welkom zijn. Dit instrument werkte heel goed in de jaren 70 voor vluchtelingen uit Vietnam. En nog steeds is hervestiging een belangrijk instrument, met name voor kwetsbare vluchtelingen. Of zou het kunnen zijn? UNHCR vraagt rijke, stabiele landen om 1,5 miljoen mensen over te nemen. En het afgelopen jaar werd wereldwijd aan 60.000 van die 1,5 miljoen mensen op de vlucht zo'n nieuw begin geboden. En die te hervestige vluchtelingen zijn dus altijd kwetsbare vluchtelingen, alleenstaande kinderen, alleenstaande moeders, ouderen, mensen met een beperking, zieken. Nederland heeft sinds kort een kwotum van 900 hervestigingsplaatsen per jaar. Dat waren er 500, dus het is opgehoogd. Hetgeen op zich mooi is, maar gek genoeg wordt dat kwotum lang niet altijd gevuld. Een verzoek van de Griekse autoriteiten om in 2019 2500 minderjarige alleenstaande asielzoekerskinderen van hen over te nemen, niet alleen aan Nederland, maar aan de landen van de Europese Unie, dat verzoek bleef goed deels onbeantwoord. Nederland nam zo geen kinderen over, maar financierde in plaats daarvan de opvang van 48 van deze minderjarigen in 3 tehuizen in Athene. De verantwoordelijkheid voor die kinderen blijft dan dus voor de Grieken. De rammelende solidariteit van de Europese Unie met grensstaten als Italië en Griekenland zorgt voor veel scheve gezichten. Op basis van het Dublin-akkoord moet de asielaanvraag van vluchtelingen beoordeeld worden in het land van aankomst in de Europese Unie. Daardoor krijgen Griekenland en Italië heel veel meer asielzoekenden binnen dan andere Europese landen, die vervolgens weigeren om hun fair share van de grenslanden over te nemen, verwijzend naar Dublin. Dit gebrek aan solidariteit blijft niet zonder gevolgen. Je kunt het, dit wetende, toch niet raar vinden dat een land als Italië of Griekenland vluchtelingen oogluikend toestaat om illegaal verder te reizen de Europese Unie in. Een rechter in Nederland oordeelde vorige week dat asielzoekers die eerder in procedure waren in Griekenland en Italië, die twee landen, niet op basis van het akkoord van Dublin teruggestuurd mogen worden vanwege de slechte omstandigheden voor vluchtelingen daar. En ook dat is vast niet per ongeluk. Italië en Griekenland willen zo snel mogelijk van zoveel mogelijk vluchtelingen af. Een derde oplossing, terugkeer naar huis. Eerder al vertelde ik dat een vluchteling die in een kamp woont, daar gemiddeld 17 jaar terug doorbrengt. En dat laat direct zien hoe onwaarschijnlijk terugkeer naar huis is. Na 17 jaar ben je burger geworden van het land waar je terecht kwam. Of dat nou Libanon of Nederland is. Je bent de taal gaan spreken, je kinderen zijn er opgeleid, ze hebben zelf kinderen gekregen. De kans dat je dan nog naar huis terugkeert is bijzonder klein. En tot slot is daar dan de oplossing die asiel heet. Het land waar je om bescherming vroeg, accepteert je en biedt je bescherming en geeft je toestemming om te blijven. Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 75 jaar. Deze verklaring werd de basis voor een heel bouwwerk aan mensenrechtenverdragen, zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 14 van de Universele Verklaring luidt: een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te vragen en te genieten tegen vervolging. 4 mogelijkheden die oplossingen moeten bieden voor mensen op de drift.
In de praktijk zien we dat vrijwel alle landen hun stinkende best doen om vluchtelingen door te schuiven naar andere landen. Niemand wil vluchtelingen hebben, ook Nederland niet. Nederland vindt dat vluchtelingen opgevangen moeten worden in de eigen regio. In de politieke arena zijn mensen op de vlucht pionnen geworden in de dehumaniserende verkiezingsretoriek. De ene partij die roept nog harder dan de andere partij dat zij de instroom van vluchtelingen aan gaan pakken. Lees, beperken. De realiteit is anders. Alle peperdure grensbewakingsmethoden die ingevoerd zijn de afgelopen jaren, hekken, infrarood en warmtecamera's, patrouilleboten op de Middellandse en de Egeïsche Zee, om maar wat te noemen, die leiden hooguit tot een tijdelijke vermindering van de aantallen mensen die proberen binnen te komen via die ene specifieke plek. Op andere plaatsen zie je een waterbedeffect dat dan meer mensen proberen de grenzen over te steken. Nieuwe maatregelen leiden niet per se tot een vermindering van de aantallen mensen die komen, wel tot gevaarlijkere routes en meer doden. Ook bewust beleid, als het creëren van afschrikwekkende, trage, bureaucratische en onmenselijke procedures en opvang, leiden niet tot significant minder mensen die komen. Een groot deel van de mensen die asiel vraagt, krijgt ook asiel. Zover dus de nogal luidkeels rondgestrooide theorie dat veel mensen die komen gelukzoekers zouden zijn. De wereld is er niet heel best aan toe. Het ene conflict volgt het andere in een duizelingwekkend tempo op. Nu weer Soedan. Als de voortekenen ons niet bedriegen, dan staan we aan de vooravond van opnieuw een ernstige crisis met mogelijk grote aantallen, de VN heeft het over 800.000 mensen waarvoor ze vrezen, grote aantallen mensen op de vlucht die gaan zoeken naar veiligheid en een toekomst in een ander land. Conflicten duren langer, er zijn er meer en de solidariteit in de vorm van hulp blijft ver achter bij de noden. En dan hebben we het nog niet gehad over de gevolgen van klimaatverandering. De vrijheden van Franklin D. Roosevelt. U en ik mogen ons gelukkig prijzen dat we deze vrijheden hebben. Maar voor vluchtelingen is er nog heel veel werk te verzetten. Rechten geven plichten. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid. Onze verworvenheden hebben weinig waarde als anderen in onvrijheid leven. We hoeven geen Brouwer van Heuvel Goedhart of Roosevelt te zijn. Maar we kunnen allemaal iets doen om ook een ander te gunnen wat we zelf zo koesteren. Veiligheid, welvaart, toekomstperspectief, vrijheid van geloof en meningsuiting en vrijwaring van angst en gebrek. Ik ben niet optimistisch, maar toch tegelijkertijd gloort er wel degelijk hoop. Wij willen vluchtelingen niet hebben als ze uit Afghanistan of de Centraal-Afrikaanse Republiek komen. Maar de recente oorlog in Oekraïne laat zien dat Nederland wel degelijk een groot hart heeft. Of kan hebben. Vele duizenden Oekraïners werden hier warm ontvangen. Er werd onderdak gecreëerd, terwijl de Syriërs op het grasveld in Ter Apel sliepen. Kinderen gingen naar onze scholen en moeders werkten. Niemand deed daar moeilijk over. We zamelden massaal spullen in en legden 184,5 miljoen euro bij elkaar tijdens de Nationale Actie voor Oekraïne. Ik maak al 20 jaar deel uit van de samenwerkende hulporganisaties en ik kan u vertellen, als wij zo'n actie zouden doen voor Soedan, dat we blij zouden zijn als dat 10, 15 miljoen euro opbrengt. Het kan dus wel degelijk wel. We kunnen het dus, als het puntje bij paaltje komt, echt wel. Solidair zijn met kwetsbare mensen op de vlucht. Dat we anno 2023 een verschil maken tussen een vluchteling uit Oekraïne en eentje uit Afghanistan, dat tekent ons. Mensenrechten zijn er voor iedereen. Voor de Oekraïner, voor de Somaliër, voor de Afghaan, voor Mohammed, voor de man in zijn driedelige potsierlijke lichtblauwe kostuum, voor Jane, voor u en voor mij. Mocht de dag komen dat wij hals over kop op de vlucht moeten. Zeg niet en denk niet dat het niet zal of kan gebeuren. Die misrekening hebben miljoenen vluchtelingen voor u gemaakt. Dank u wel.
Kun je me hier hebben of daar hebben? Als je met me mee wil lopen naar een stoel. Ja, wat een indringend verhaal. Dank je wel. En dan gaan we proberen een schakel te maken naar een gesprek na zo'n overweldigend verhaal. Ik dacht misschien, staat u mij toe dat ik met een eerste vraag mag beginnen, want mijn eerste reactie is direct overweldigend. En ik vraag me, dat roept mij meteen ook verstarring op ongeveer. En vraag me af of je dat zelf nog wel eens ervaart, dat het echt te overweldigend is. Ja, het is heel overweldigend. Maar zolang als we iets kunnen doen en zolang als we anderen ervan kunnen overtuigen dat we iets moeten doen, kan ik dit. En verstar ik niet. Ja, natuurlijk lig ik af en toe 's nachts wakker. Dat ik denk, oh, het is te erg. En hoe kan het toch dat we zo hardvochtig zijn? Tuurlijk. Maar tegelijkertijd, we helpen, we doen wat we kunnen. We overtuigen nog steeds mensen dat het anders moet. Dus ja. En je maakte aan het begin de koppeling naar de jaren 50 en de jaren 60. En dat de verdwenen principiële menselijkheid noemde je dat. Dat je een verschil ziet in die afgelopen 60, 70 jaar met een soort basismenselijkheid. Heb je dat zelf in die 20 jaar, heb je voorbeelden van hoe je dat ziet verdwijnen? Toen ik net directeur werd van Stichting Vlucht, ik had daarvoor al een hele geschiedenis in de internationale hulpverlening. Maar als ik toen, 20 jaar geleden, naar een feestje ging, dan had ik stoer, bewonderenswaardig, goed werk. Als ik nu naar een feestje ga, dan heb ik iets uit te leggen. Dan gaan mensen de discussie met mij aan. Van waarom haal je al die vluchtelingen? Ze gooien ook altijd vluchtelingenwerk en Stichting Vluchtelingen door elkaar. Maar dan word ik ter verantwoording geroepen voor wat ik doe. Dus het is fundamenteel veranderd ten opzichte van alleen al 20 jaar geleden. Dus, en ik mag daar niet over klagen, hè, want dit is, ja, dat ik zo behandeld word is tot daar aan toe. Maar de mensen over wie het gaat, dat doet er wel toe. En hoe voorkomen we dat we nog, want zou je nog 20 jaar, je zegt net, ik kan dit nog doen en ik wil dit nog doen. Heb je niet de behoefte om te zeggen, ik teken niet voor de komende 20 jaar? Ik blijf dit doen tot ik erbij neerval. Ik vind het zo not done dat je zulke kwetsbare mensen... En natuurlijk, ik weet heus wel dat er onder al die vluchtelingen ook mensen komen die geen beroep zullen kunnen doen op een asielstatus in Nederland of elders. Dat weet ik heus wel, dat weet ik drommels goed. Dat er zich onder die vluchtelingen ook andere mensen bevinden. Maar dat zijn hele kleine percentages, dat zijn hele kleine aantallen. De bulk van deze mensen zijn gewone mensen, net als u en ik. Met kinderen, met een oude moeder, die hals over kop op de vlucht moeten omdat er een bom op hun huis gegooid is. Ik was net in Noordwest-Syrië, ik vertelde het al in het college. Nou, ik was in Jinderes, dat ligt net over de grens. Nou, het is bijna van het hele dorp niks meer over. Het is of gebombardeerd of ingestort door de aardbeving. Er is nauwelijks hulpverlening, het is levensgevaarlijk gebied. Dus de hulpverlening wordt alleen ter hand genomen door Syriërs zelf. Ik was geloof ik de zesde buitenlander of zo die daar was in vele maanden. Het werd ook eens veel te gevaarlijk gezien, zo'n uitstapje. En vind je het dan gek dat mensen proberen om van daaruit... Ik sprak een hoogzwangere vrouw. Die was haar vorige kindje kwijtgeraakt, omdat er in Jinderes, in het ziekenhuis, geen keizersnede mogelijk was. En ze was nu door die aardbeving getroffen. Ze woonde nou in een tent met haar man, hoogzwanger, met die dikke buik van haar. Er waren nul voorbereidingen geweest voor de bevalling. De kans dat zij opnieuw een keizersnede nodig zal hebben, daarvan was ze zich heel erg bewust. Ze was ook heel bang dat het weer zo zou zijn. Ze had niet het geld om naar een andere stad te gaan, naar een ander ziekenhuis, om daar te bevallen. Er waren geen kleertjes, er waren geen luiers, laat staan een pufcursus. Niks. En je zegt, ik was de eerste hulpverlener in maanden tijd. Lukt het dan om iets vast te houden? Dat je langer terug kunt komen, dat je,
dat Stichting Vluchteling daar vaker kan komen? Is de... Nou, kijk, we helpen natuurlijk. Dat wij er niet komen, dat wil niet zeggen dat we niet helpen. En we helpen via lokale initiatieven, lokale... Maar je wilt natuurlijk ook zelf graag zelf zien wat er gebeurt, wat de noden zijn, hoe die hulpverlening werkt, of het allemaal goed is. Je wilt het ook controleren, laten we wel wezen. Je wilt daarbij zijn. Dus en ik vind het heel waardevol om dit soort situaties zelf te zien, of dat een van mijn collega's het ziet. Dus dit, ja, maar dit zijn geen, dit kun je niet op een achternamiddag even bedenken dat je dit gaat doen. Nee. En zeker niet, dat kunnen wij al helemaal niet. Maar het kan wel zijn dat iemand misschien iets wil vragen. Mogen we alles vragen? Ja, als het niet mag, dan zeg ik het wel. Ja? Oké, goed. Dat vertrouwen dat we hebben dan. Er kunnen ook mensen via de chat iets vragen. Die kijken misschien, ik ga even in die camera kijken. U mag iets typen en dan komt het op dit scherm. En dan kan ik het ook zien. Dit is altijd het spannende moment dat één iemand misschien als eerste iets zou willen weten. U hebt ongetwijfeld in het afgelopen half uur iets gehoord waarvan u denkt, ik wil hier meer over weten. Is er iemand die iets heeft gehoord waar hij of zij meer over zou willen weten? Mag met hand opsteken, dan komt er iemand met een microfoon u helpen. Ja, meneer op de tiende rij ongeveer. Oh mevrouw, sorry, het is een beetje donker. Even een praktische vraag, misschien om het op gang te brengen. Maar hoe maak je de keuzes naar welk gebied je gaat als Stichting Vluchteling? Want er zijn zoveel rampgebieden en oorlogen. Dat lijkt me alleen al heel ingewikkeld. Dus ja, hoe maak je die keuze? Nou, we helpen in heel veel gebieden. Het gebied waar ik kom is niet het enige gebied waar we helpen. Dus we werken in een groot aantal landen. Ik ben ook niet alleen. Ik heb een heleboel collega's die ook reizen, die ook dit soort reizen maken. Waar ik naartoe ga is vaak of niemand gaat er naartoe en daarom ga ik erheen. Zodat je kunt proberen om er de aandacht op te vestigen. Dat is vaak het geval. Of het is heel erg in het nieuws en je wilt toch zelf zien. Wat je ziet en wat je leest zijn toch vaak twee verschillende dingen. En zeker als er grote hoeveelheden geld mee gemoeid zijn. Zie nu het aardbevingsgebied of zie Oekraïne. Ik ben vaak ook in Oekraïne geweest afgelopen jaar, 5 keer zelfs. Als we heel veel geld ter beschikking hebben, wil ik zelf zeker weten dat het geld goed terecht komt. Dus zo zijn er een aantal van die criteria. Of er zijn problemen, dat kan ook, dan ga ik ook kijken. Ze zijn verschillende redenen. En we zijn nu een hele tour aan het maken langs de randen van Europa, omdat we natuurlijk op de klompen aan kunnen voelen komen, dat we echt aan de vooravond staan van hele grote problemen, met mensen die willen proberen om naar Europa te komen. En dan daarmee in kaart te brengen van hoe gaan wij daarmee om? En hoezo doen we dat? En wat vinden mensen in die landen daar zelf van? Dus dat zijn we ook aan het doen. Dus ik bereid er best wat af. En u noemde op het einde al even dat conflictbemiddeling en er voorkomen van een conflict een oplossing zou kunnen zijn. Zijn er gebieden waarvan je zegt, daar zou ik eigenlijk nu met het oog op de komende 10 jaar... naartoe willen om een conflict te kunnen helpen met voorkomen? Is dat ook iets wat... Ik ben van de pleisters en de jerrycans. Niet van de gesprekken om conflicten te voorkomen. Maar ik vind dat op een ander niveau binnen de VN heel veel meer ingezet moet worden op conflictbemiddeling. Heel Afrika dreigt naar de haaien te gaan. Mali, je hebt eigenlijk alleen ook Bamako waar je goed kunt komen. De rest van het land staat onder controle van extremistische groepen. De Sahel, Nigeria. Je kunt in de gebieden die grenzen aan Cameroen en Tjaad en Niger alleen nog komen met een helikopter. Je kunt niet over land, het is levensgevaarlijk. En zelfs die helikopter die wordt beschoten. Cameroen dreigt in controle te komen van extremistische groepen. Nou, en ga zo maar door. Burkina Faso, het noordelijke gedeelte van Burkina Faso, ook daar extremistische groepen. Er zijn nu Soedan weer waar de vlam in de pan geslagen is. En dit is geen verrassing. We wisten dat al heel lang zat te sudderen daar. Dus je kunt vooruit. Met het aantal landen waar conflicten of aanstaande zijn of al losgebarsten zijn. En zet daarop in, zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, zo goed mogelijk. En ik zeg niet dat het morgen resultaat
zal hebben. Maar dat heeft het ook niet als je een hek of een muur bouwt aan de rand van Europa. Dat gaat ook niet helpen. Nee, dat is duidelijk. Dank u wel voor de openingsvraag. Iemand anders misschien? Drie tegelijk. Laten we daar beginnen. Vierde rij. Ik ben even nieuwsgierig hoe jullie organisatie eruit ziet. Hebben jullie allemaal eigen medewerkers die uitgezonden worden naar de verschillende gebieden? Of zijn er ook mensen die jullie gebruiken ter plekke om wat van jullie werk uit te voeren? Vooral dat laatste. We hebben een strategie waarbij we zoveel mogelijk inzetten op lokale organisaties. Zij zijn er het eerste bij. Ja. Wij komen, als wij met de ambulance uit moeten rukken, dat duurt even voordat we er zijn. Terwijl de lokale organisaties, die zijn er al. Die kennen hun omgeving, die kennen hun land, die weten wat de mogelijkheden zijn. Ze werken zoveel mogelijk samen met lokale organisaties en initiatieven. We werken ook met een aantal internationale organisaties en we hebben een aantal eigen operaties. Dus we hebben naar bijvoorbeeld Oekraïne sturen we. We hebben een heel nieuw initiatief gestart samen met de oprichter van Artsen zonder Grenzen, Jacques de Miliano. Waarbij we op aanvraag van de ziekenhuizen op de frontlinie in Oekraïne medicijnen, een kleine medische apparatuur sturen. En dat zijn dan echt die specifieke medicijnen die ze tekortkomen. Er worden massaal pakketten naartoe gestuurd, maar er zitten standaard medicijnen in. En dat ontbreekt natuurlijk altijd datgene wat ze op dat moment nodig hebben. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met external fixators. Er zijn heel veel gecompliceerde botbreuken. Daar kan je je wat bij voorstellen als er gebombardeerd wordt en mensen onder het puin terechtkomen. En die dingen zijn heel duur, maar die zijn wel heel noodzakelijk, willen die botten niet op een verkeerde manier aan elkaar groeien. Dus nou, we hebben net een hele batterij van die dingen uit India besteld en die sturen we nu naar de verschillende ziekenhuizen die erom gevraagd hebben. Dat is een voorbeeldje. Dan mag de microfoon in dezelfde rij een aantal stoelen naar rechts. Oh, hij mag gewoon door. Ja, ik schrik heel erg van dit verhaal en ik zie ook direct, mijn interpretatie is dan ook heel veel, dat gebaseerd is op angst. Angst. Die mensen die vluchten, die zijn angstig. Ja. Maar ook de Nederlanders zijn angstig van wat gaan we doen als hier 10 miljoen mensen naartoe komen. Oh, wat. Ja. En dan het tweede is dan, vraag ik me dan af, hoe komt het dat de Oekraïners wel geholpen worden en de Soedanezen niet? Waar zit het nat in? Nou ja, angst natuurlijk. En dat snap ik ook. Hè. En je kunt ook niet beweren dat met de komst van andere culturen, want dat is waar we bang voor zijn, en dat is ook wat verklaart waarom die Oekraïner met blonde haar, blauwe ogen, zelfde geloof wel welkom is. En die Soedanees, overigens zijn er ook veel christelijke Soedanees, maar een Soedanees die islamitisch is en een andere huidskleur heeft en andere gewoontes heeft niet. We zijn bang dat onze cultuur bedreigd wordt door de komst van veel mensen met een andere cultuur, met een andere religie, met andere manieren van leven. En dat begrijp ik ook best. De keerzijde is, kijk wat er gebeurt met deze mensen. Wat wil je dan doen? Wil je dan, accepteer het maar, want er is geen manier om tegen te houden dat mensen hier bescherming en veiligheid komen zoeken. Wat je kunt doen is proberen om in de regio die opvang naar een veel beter niveau te tillen. Dat vertelde ik net. Zodat mensen zich niet gedwongen voelen om door te trekken. Maar ook Europa zal zijn fair share moeten nemen van al die mensen op de vlucht voor gruwelijk geweld. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat ik vraag me alleen af hoe wordt die verdeling bepaald. En hoe wordt er omgegaan met de angst van de burgers? Als je de politiek ziet, die wakt alleen maar aan me aan, ja. Waardoor mensen angstiger worden. Ja. Waardoor je voorkeursbehandeling krijgt voor bepaalde groepen, en daarom noem ik de Oekraïners. En waardoor er alleen maar meer afstand ontstaat, en waardoor er alleen de hulpverlening nog maar verder weg dreigt te zakken. Ja. Nou ja, dat kijkt om een klimaat te creëren waarin begrip is voor vluchtelingen, waarin überhaupt begrip is voor elkaar,
Want ook wij hebben onder de Nederlanders zwakkere groepen, mensen die kwetsbaar zijn, die hulp nodig hebben. En daar heb je wel een overheid voor nodig die dat cultiveert, die daar een voorbeeld in geeft. En als onze Tweede Kamer zelf begint over, ik zal het één keer zeggen, maar ik word hier echt nog steeds woedend van, zelf begint over dobbernegers, wat denk je dan dat de gemiddelde Nederlander denkt en doet? Nou, als Rutte gaat zeggen op het partijcongres van nee, wees u maar kalm, wij gaan de aantallen mensen die hierheen komen, gaan we verminderen. Hoe denk je dan dat mensen erop reageren? Leid dit land, toon leiderschap. Ja, dus ook een stuk meer voorlichting hoor ik u zeggen. Een stuk meer voorlichting, eerlijke communicatie over waar het over gaat. Eerlijke communicatie, hoe moeilijk het is. Dit is geen eenvoudig probleem. Nee dat. Maar we hadden het voordat we begonnen heel even kort over het feit dat je dag er vandaag uitziet met twee van deze colleges. Zie je zelf in die voorlichting een taak die Stichting Vluchteling nog meer kan oppakken? Dat doen wij ook. Hè. Ik vertelde net voordat we aan deze sessie begonnen, want toen vroeg jij van zie je jezelf vaker, er stond heel groot mijn foto in beeld. Nee, dat zie ik niet zo vaak. Maar mijn taak is ook pleisters plakken en jerrycans uitdelen. En niet, dit doe ik en ik doe het ook regelmatig. En ik vind het ook belangrijk dat we dit doen om te helpen, om begrip te creëren voor de mensen voor wie wij staan. Dus we doen dit en misschien moeten we het veel meer gaan doen, dat zou kunnen. Maar ik denk dat wij al een van de organisaties zijn die er al heel veel energie en tijd in stoppen in Nederland. Dus ik vind het belangrijk, maar onze primaire taak is helpen. Dat is duidelijk. Ja. Ik ga de microfoon afnemen. We schuiven hem even. Ik zag aan een van de eerste rij nog een vinger. Heb ik dat goed? Ah, oké. Nou, dat is al meteen helder. Dank u wel. Iemand anders misschien? Ja, zal ik... Een hele mooie dans. Ja, helemaal goed. Kom ik even naar u toe. Ja, dank u wel. Ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. En wat mij als eerste bij me ook kwam is, ik word hier heel triest van. En ik wil best helpen. He, en ik geef, maar wat zou het fijn zijn als ik naast die ellende ook zag wat mijn hulp kan bieden en waardoor ik gestimuleerd word om te helpen. En ik denk dat daar zou ik zelf behoefte aan hebben. He, van hoe kun je daadwerkelijk bijdragen op een of andere manier? Ja, je kunt altijd geld geven. En dat is denk ik ook het meest makkelijke, he, omdat je daar van alles voor kunt kopen. Maar ja... De grotere zaak van, nou, we hebben leiding nodig en mensen die dat motiveren. Daar word ik triest van als ik dat elke keer weer hoor, want dat roepen we natuurlijk al jaren. Ja, dat is ook zo. Ja, kijk, u geeft geld. Nogmaals, wij zorgen voor vluchtelingen die opgevangen worden in de eigen regio. Dus het is niet zo dat wij in Nederland de vluchtelingen ondersteunen. Dat doet Vluchtelingenwerk. Mm-hmm. Als u geld geeft aan Stichting Vluchteling, dan zorgen wij ervoor dat de Mohammeds het kunnen overleven. Dat Jane, ik bezoek haar al jaren, ik volg haar al jaren, wij helpen mee om de Janes weer overeind te krijgen, een nieuw leven te geven. Dus dat betaalt u dan. En wij communiceren daarover, dus daarmee kunt u weten wat wij doen met uw geld. Als u meer wilt doen, dan... zou ik zeggen, ga eens kijken wie er in je stad. Hè. Dus in Nijmegen zijn er gegarandeerd gezinnen die komen uit Soedan, Afghanistan, nou noem ze maar op. Ga eens vragen, van, goh, hoe gaat het nou met u? Kunnen wij iets betekenen voor u? Hè, gaat dat, het inburgeren in Nederland? Ik geef het je te doen, hè, als je uit Afghanistan komt en je hebt geen idee hoe je hier met de bus moet. Ik ben gisteren met de trein geweest, dat doe ik nooit. Nou, ik ben compleet de weg kwijtgeraakt. Maar denk je als je er staan er van die paaltjes beneden, zeg. Ja, weet ik veel. Zit ik in de trein, zeggen ze dat ik aan het zwart rijden ben. Moet niet gekker worden. Laat staan dat je een Afghaan bent. Je hebt toch geen idee? Dat je op die manier op vrijwillige basis helpt. En dat je vooral je politieke partij, de leiders van dit land, laat weten dat je dit niet wilt. Dat je wilt dat Nederland op een fatsoenlijke, respectvolle manier over de medemens praat. En er ook zo mee omgaat.
En niet doet alsof er een horde criminelen deze kant op komt om onze manier van leven te bedreigen. Zo is het niet. Is er een project of een resultaat van het afgelopen jaar van zeggen van nou dat. U zei, ik ben geen optimist in het college zelf, maar is er iets waarvan u zegt, daar ben ik trots op het afgelopen jaar, omdat dat is een goed voorbeeld van waar we echt, ja, waar ik veel bevrediging uit heb gehaald. Ik ben trots op alles wat we doen. Anders zou ik het niet doen. Ik vind het heel fijn dat wij, zo'n Jane, die ik al jaren bezoek dus, dat als ik haar bezoek, dat ik zie dat ze het leven weer omarmt. Dat ze weer verder kan. En dat is onze hulp is daar heel belangrijk bij geweest. Dat ik zie dat in vluchtelingenkampen onderwijs is. Ik was in dat Noordwest-Syrië op een plek, stonden 20 naaimachines. En dat waren de aller kwetsbaarste vrouwen die daar zaten, waren allemaal ziek of heel erg ziek. En die hadden op zo'n manier, daar werd ze geleerd om met die naaimachine om te gaan, waardoor ze daarna weer zelf iets van een inkomen zouden kunnen verdienen. En ze maakten schooluniformen voor meisjes, voor de meisjesscholen. En daar kregen ze ook een klein inkomen mee. Dus je leerde ze iets en ze hadden een klein inkomen, waardoor ze toch weer eten konden kopen, toch weer zelf medicijnen konden betalen. Dat ze toch weer datgene wat ze het hardst nodig hadden, dat ze dat konden financieren. Nee, dat soort dingen is toch, als je daar staat en je ziet. Ik denk, oh, het zal je maar overkomen, zeg, dat je schooluniformen moet gaan zitten naaien. Maar dat die vrouwen, die waren zo blij, die vrouwen, met dat baantje wat ze 3 maanden hadden. En de vaardigheden die ze hier leerden, dat was fantastisch. Daar word ik heel blij van. Hartstikke goed. Fijn. Het zijn kleine dingen, maar we bouwen ook hele ziekenhuizen. We leggen watervoorzieningen aan. We delen op grote schaal voedselpakketten uit. We hebben generatoren gebracht achter de frontlinie. En ik zat me tijdens de voorbereiding heel uitgebreid. De website van Stichting Vluchtelingen is ongelooflijk rijk aan informatie sowieso. En daar viel me ook op, dat was een soort bijzinnetje. Bijvoorbeeld met het onschadelijk maken van mijnen, dat jullie daar ervaring mee hebben. Ja, doen we ook, ja. Ja. Ja, nou ja, het zal je niet verbazen. Vluchtelingenkampen die worden niet neergelegd op een plek die we zelf waardevol vinden. Dus die bevinden zich ook daar waar veel niet ontplofte explosieven liggen of landmijnen ingegraven liggen. Nou, je wilt soms echt niet geloven waar dat ze vluchtelingenkampen neergezet hebben. Nou, en dus als we inschatten van ja, dit is echt te riskant. Dan werken we met onze collega's van de Minds Advisory Group. Die bellen we dan op en zeggen we, goh, kunnen jullie hier iets aan doen? En dan financieren we een team bommenruimers of we financieren de voorlichting daarover als het te lang gaat duren. In Oekraïne hebben we dit ook gedaan. Hebben we zelf de bommenruimers mee naar binnen gebracht. Omdat we weten dat de teams bommenruimers die er zijn in Oekraïne, is veel te weinig. En die richten zich met name op de wegen, op de plekken die nodig zijn voor het leger. En je wilt dat ook humanitair geruimd wordt, dus daar waar mensen terugkeren. Ik heb zelf, de media wilden het niet geloven, die zeiden, de fabeltje horen we al jaren, dat er overal booby traps aangelegd worden. Er was een heel team van de NOS, ze zeiden, geloof niks van. Ik zei, nou ja, dan niet. En toen zijn wij met de cameraploeg of met het team bommenruimers op stap gegaan. De allereerste flat waar we stoppen in Irpin. Dit was op mijn eerste trip naar Oekraïne. Stond een vrouw, die stond te vegen. Die stond al het glas bij elkaar te vegen. Ik ging met haar praten en toen vertelde ze dat de Russen hun appartementen leeggeplunderd hadden. Dat ze enorme schades achtergelaten hadden. En toen vroeg ik van, goh, mag ik kijken in uw appartementen? Toen zei ze, tuurlijk mag dat, welkom, maar er staat een bom achter de voordeur. En toen gingen we kijken en inderdaad stond er een groot een watervat, wat leek op een watervat. En er stond een handgranaat zonder de veiligheidspin erin, opgemonteerd. En die bommenruimer zei, nou, hele flatgebouw moet ontruimd worden nu. Want we weten niet of dit vastgemaakt zit aan iets aan de deur, als we eraan trekken dat ding afgaat, of dat er onder de mat, of we weten gewoon niet wat het systeem hierachter is, dus wegwezen iedereen. Nou, eerste beste plek waar we stopten. En een team van de NOS dat zegt, dit zijn fabeltjes. Dat is, we horen al zoveel jaren van die booby traps, hebben we nog nooit gezien. Eerste beste adres.
Ik heb even geen vragen. Ja, gelukkig, daar is iemand helemaal achterin. Oh, dan mag ik de microfoon natuurlijk weer terug. Ja, dat is wel hoe het werkt. Dan moet ik de administratie goed bijhouden. En wie had die vraag? Dankjewel. Ja, ik vind je verhaal fantastisch. Ook wat je doet. Staat dit verhaal online? Kun je dat? Bijna. We hebben dit opgenomen. Dit wordt een opname. Er wordt nog een beetje in geknipt, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. En dan is het op de website van Vrijheidscolleges. Dat kunnen we wel even in beeld zetten, denk ik. Misschien is dat een... daar komt een linkje in beeld straks. En daar ziet u... kijk, nou, volg je ons ook al. Dat is een mooi bruggetje. Vrijheidscolleges, op de website komt het college te staan. En er staan nog veel meer colleges. Ook van andere deskundigen en van andere... Dat is auditief. Met beeld. Kun je horen, bedoel ik? Ja, ook. Ja. Maar ja, jij hebt het zo fantastisch op papier. Zet jij het niet? Of is dat niet zo? Of zie ik heb je ambitie om een boek? Zit een vraag achter? Nee, gewoon op je eigen website van Stichting Vluchteling. Ik kijk even naar de afdeling voorlichting. Dat verhaal is gewoon fantastisch. En dat moet Rutte ook lezen, hè? Ik noem Rutte weet heel goed, hè? Die, ja, dat vraag ik me af. Dit is echt geen verrassing voor hem. Maar zetten wij dit online? We zullen even kijken wat we ermee zitten hier met zo'n klein, beperkt groepje van mensen die zonder meer al geïnteresseerd zijn. Zeker. In vrijheid en om wat voor een reden dan ook hier zitten vandaag. En dan moeten gewoon veel meer mensen horen. Ik ben hier ook naartoe gekomen omdat ik dacht, oké, ik woon in Nijmegen-Zuid. Er komen 3 vluchtelingenkampen rondom onze wijk heen. Eén uit Wijchen, uit Nijmegen en uit Heumen. Die komen eigenlijk allemaal vrij dicht bij elkaar. Gemeentes hebben daar niet met elkaar over gesproken, neem ik aan. Ja. Dus in Dukenburg zijn ze best wel bang. Snap ik ook, hè, mevrouw. En ik denk op een gegeven moment, hoe moet dit nou toch? De zomer komt eraan. Dat is de angst waar die meneer heel erg goed aan refereerde. Ja, maar dat begrijp ik ook. Kijk, jij biedt nu echt duidelijke wegen om hier uit te komen en om hiermee om te gaan in ieder geval. Als maar waar. Nou ja, jij geeft toch in ieder geval suggesties. Misschien als ik een vervolgvraag mag stellen, want dat zat ik tijdens het college ook te denken. Voor mij wel. Ik vind het fijn. Ik ben blij met jouw verhaal. Gelukkig. Dat kunt u wel in de zak steken. Ik zat tijdens het college meteen te denken, oh, wat een ongelooflijk imponerende en indrukwekkende manier om kennis over te brengen. Het lijkt alsof je een ongelooflijke bron, niet alleen data, maar anekdotisch, kennis paraat hebt. En dan stel ik mezelf even voor op zo'n verjaardag, zoals we net in het gesprek helemaal aan het begin even aanstipten. Ik sta wel eens met mijn mond vol tanden tegenover iemand die zegt, alles eruit en niks mee te maken en niet op mijn stoep. Heb je een tip voor een dertiger zoals ik, die het liefst ook kennis paraat zou willen hebben en weerwoord zou willen kunnen geven? Andere feestjes. Ja. Niet meer naar familie toe, ja. Er is nog iemand, ja zeker. Dan komen we bij de eerste vraag stellen terug. Dat is misschien wel een mooie manier om... En ik zag daar nog een vinger. Beloof, 19 vingers. We gaan kijken of we langzaamaan een beetje richting een einde kunnen. Er wonen genoeg vluchtelingen in Nijmegen. En dus ik zou zeggen, zoek een vluchteling op. Zoek een organisatie op die actief is met vluchtelingen. Je hebt in Nijmegen SNOF, je hebt Stichting GAS, je hebt het Wereld Vrouwenhuis. Maar je hebt ook vluchtelingenwerk. En je hebt taalcafés, er zijn genoeg plekken om die mensen te ontmoeten. En als je hun verhaal hoort, je gaat met ze in gesprek, dan heb jij een verhaal op dat verjaardagsfeestje. Ja, kijk. Dus het is zo simpel. Hele goede tip. En er zijn genoeg mogelijkheden. Heel goed. Hou nog 1 seconde de microfoon. U noemde echt in 5 seconden 9 Nijmeegse organisaties. Nog heel even, Rikke. Nee, ja, maar ik ben zelf van het Wereld Vrouwenhuis. Je hebt ook Stichting Gast en je hebt SNOF. Er zijn 3 organisaties die bekommeren zich om mensen die afgewezen zijn met hun asielverzoek. En die bieden hun begeleiding en onderdak. Maar je hebt ook vluchtelingenwerk. En dat is een organisatie voor mensen die wel status hebben, maar die dus
moeten inburgeren en integreren. En we hebben hier ook vluchtelingenkampen. Ik woon in Brakkestein, Heumensoord, zaten er 3000. Het was fantastisch. En het heeft heel veel gebracht in Nijmegen ook. Op de universiteit, colleges. En de input van die mensen is heel inspirerend. Absoluut. Dus het is echt, ja. Het is een hele mooie publicatie, ook Humans of Human Oort. Ik weet niet of je daar iets van... Wat zeg je? Er is een hele mooie publicatie met Humans of Humans Oort. Verhalen van mensen die in Humans Oort hebben gezeten. Schitterend boek is dat. Ja. Voor wie dat nog wil googlen. We gaan de microfoon heel even doorgeven naar nog heel veel mensen. We lopen al 13 minuten achter op schema, maar we halen het gewoon in. Ja, daar. Misschien die meneer. Ja. Ja, ik wil eigenlijk nog... Oh, sorry. Ja, nee, ik ga een microfoon naartoe brengen, anders hoort niemand het. Dan krijg ik ook wel eens zo'n opmerking. De microfoon. Oh, ja, precies. Kijk. Sorry. Nee, geen probleem. Ja, ik zit ook wel eens op feestjes. Dan krijg ik zo'n opmerking. Ja. En dan vraag ik, heb je even tijd? En dan denken de mensen, oh, nou komt er een verhaal. Ja. Dat geeft jou de tijd. En dan zijn ze soms wel bereid om naar je te luisteren. Want het is vaak een lang verhaal over één persoon, bijvoorbeeld. Ja. Dat wilde ik alleen maar even zeggen. Tip. Ja, je gaat allemaal mij tips geven, dat is heel vriendelijk. We gaan even naar achter aan die kant. Ja, ja, daar aan de achter. Ja. Nederland verwacht dit jaar 100.000 vluchtelingen. Hoe zie jij die gehuisvest worden in Nederland? Ja, dat wordt een groot probleem. Dat wordt een groot probleem. Maar ja, dat krijg je. Als je alle ziekenhuizen dicht doet, als je geen pandemie hebt en je krijgt daarna een epidemie, ja, dan heb je geen ziekenhuizen. Nou, dat is nou precies wat er staat te gebeuren. Ze hebben jarenlang al die opvangcentra gesloten. Dus nu heb je veel te weinig capaciteit. En dat krijg je ook niet snel weer opgeschaald. En voor huisvesting, nou ja, ook mijn dochter kan ook geen huis of kamer meer vinden. Doordat ook die hele sociale woningmarkt, dat is heel slecht gemanaged over de afgelopen jaren. Ik zal dit hele verhaal niet beginnen, maar ik zou eens goed nadenken over wat we moeten stemmen. Ik ga de beurt geven aan, die meneer had al een hele tijd zijn hand omhoog. Ja, ik wilde overigens allereerst dank voor uw verhaal. Heel belangrijk dat dat verteld wordt. Ik wilde Stichting Gast ook al noemen, maar mevrouw was me wel heel goed. Dat is een hele mooie organisatie in Nijmegen. En ja, het is, ik denk ook op kleine manier, hè, voor mensen die zich afvragen wat dingen die ze kunnen doen. Inderdaad, zo'n taalcafé bij de Biep hier in Nijmegen. Daar zijn ook initiatieven voor taallessen met vluchtelingen. Er worden heel vaak vrijwilligers gevraagd voor als er opvangend plekken zijn in Heumensoord bijvoorbeeld. Een vraag voor u. U krijgt heel veel shit over u heen. Hè, social media, noem maar op. Hoe blijf je daar een beetje, vrolijk onder? Is dat een goede term? Want dat is echt heel veel. Ik heb dat wel eens... Is bekeken van wat er dan op je afkomt. Maar hoe blijf je daar vrolijk onder? Hoe kan je dat verwerken? Ja, maar die blok ik allemaal. Ja, maar soms lijkt het zoveel als een soort sneeuwstorm. Dan kun je maar, hè, dan kun je, dat kun je niet allemaal met twee handen tegenhouden, zeg maar. Ja, nou ja, weet je, ik kan het niet al te serieus nemen. Het is natuurlijk heel vervelend. Maar ik zeg, doe iets fatsoenlijks met je tijd in plaats van dat je een ander uit gaat zitten schelden. Wat moet je ermee? Ik vind dat je hebt een bijzonder inspirerende Twitter-bio sinds kort. Ik heb me laten vertellen dat voorheen beheerde je die zelf. Ja. En tegenwoordig staat er, dit account wordt beheerd door anderen. Doe alsjeblieft een beetje aardig tegen ze. Scheld ze vooral niet uit. Ik vond het zo, ook tegelijkertijd heel treurig, maar ook ontzettend mooi. Ja, af en toe dan kan ik het nog niet laten, maar eigenlijk dit hele Twitter, ik weet niet wat, het is totaal verworden tot zo'n soort scheldende hoegemeente. Daar heb ik gewoon geen zin in. En geen tijd voor ook, dus. Ja, god, ik deed het vroeger ook, hè, maar nu denk ik, joh, laat maar, ik ga liever de was strijken dan dat ik mezelf weer uit laat schelden. Goede Doe vraag maar. In ieder geval. Dank voor de vraag. Ik kijk op de tijd. We zijn 17 minuten aan het uitlopen. We kunnen nog 2 vragen doen, heb ik besloten. Ja, ik ben hartstikke streng. De eerste vraag is vanaf aan de rechterkant van de zaal. Aan die kant en links mag ook nog 1 vraag stellen. Dankjewel. Tineke, ook heel erg bedankt voor je verhaal. Heel indrukwekkend.
Ik hoor ook veel uit de zaal dat er inderdaad veel organisaties ook bezig zijn met oplossingen te bedenken, aan te dragen. Ik hoor ook dat het vooral, voor mijn gevoel is het ook een beetje, zeg maar, een beetje aan de eind van de cyclus. Hè? Dus hoe komen we met z'n allen wat meer aan de voorkant? Dus meer preventief en ook kunnen we ook met z'n allen zorgen als meerdere instanties hè, die het eigenlijk hetzelfde doel hebben, deze mensen een betere leven geven. Kijken hoe we toch ook naar een systeemverandering kunnen gaan. Dus meer preventief, samen, gezamenlijk optrekken ook in de politiek. En kijken of we de leiders die dit denk ik ook nodig hebben, daar ook in kunnen aanvullen. Hè, dat hun dat mee kunnen geven. En ik vroeg me af hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar je bedoelt aan de voorkant zitten. Kijk, moet aan de voorkant zitten betekent, als je naar vluchtelingen kijkt, dat je moet voorkomen dat ze nu in Soedan met z'n 800.000 op de vlucht moeten. Ja, ja dat bedoel ik ook. Dus, maar dat is nog niet zo simpel. Nee, dat is het ook. Nu moeten ze in Den Haag wakker worden en denken, oei. Ja. Wat maar ik denk dat daar een systeemverandering naar de Verenigde Naties van jongens, wat gaan jullie doen hieraan? Ja. Hoe hard kunnen we hierop inzetten? Dat is echt heel ingewikkeld. Ja, is heel ingewikkeld. Maar willen we daar een verandering in, dan zullen we ook, denk ik, moeten kijken hoe komen we aan ook structureel meer preventief. Ja. En succes is allerminst verzekerd hier in dit soort conflicten. Ja. Dit is heel ingewikkeld. Maar ja, tegelijkertijd, we hebben in Nederland ook vredesorganisaties die jarenlang, ik noem PAX, die jarenlang dit soort moeilijke, conflictueuze landen volgen. Die weten welke strijdende partijen er zitten, waar mogelijke conflicten sluimeren. Maak daar gebruik van als politici zijnde. Ja. En gebruik die kennis en gebruik die inzichten die er wel degelijk zijn, hoe dat je kunt voorkomen dat conflicten tot een soort explosie komen, wat nu gebeurt. En daarmee nogmaals is succes allerminst gegarandeerd. Maar zet er op zijn minst op in. Ja, inderdaad. Dus, maar wat je zegt, dat is heel ingewikkeld. Maar ik wilde inderdaad toch de vraag stellen, want ik denk dat we naar een meer systeemverandering toe moeten. Hè? En aan de preventieve kant moeten proberen te komen. Ja, nou ja, we zijn tamelijk laat. Dank voor de toevoeging. We gaan aan de linkerkant nog één vraag. Ja, er wordt door heel veel mensen al gewezen naar één mevrouw. Als u dat oké vindt. Ja, mag de microfoon, als dat nog kan. Rij 3 is dat. Dat wordt de laatste vraag. Het meeste is denk ik wel beantwoord inmiddels, maar wat mij inderdaad ook triggert in dit hele verhaal is twee punten. Enerzijds het gevoel van waar ik zelf iedere keer in zit van overspoeld worden, ook door angst van de hoeveelheid mensen die meer en meer, en dat is ook het verhaal wat ons verteld wordt. Ja. Tegelijkertijd helpt het mij om inderdaad wel vrijwilliger te worden. En dus onbekend maakt onbemind is voor mij de belangrijkste uitspraak daarin. En ik heb zelf contact met een asielzoekersvrouw. En dat maakt me iedere keer weer dat ik me bewust ben van wat het betekent. En ook die vragen voor mezelf ga stellen. En dat maakt ook dat ik in mijn angst in ieder geval nog een stukje weerwoord heb. Het lost het niet op, mooi. Maar dat helpt wel. Het tweede punt is nog even op het punt van voorkomen en daarop inzetten. En dan heb ik wel, net als een aantal mensen hier ook, de vraag in hoeverre ik als mens daar invloed op kan hebben, als privépersoon, door de politiek. Maar in hoeverre jullie ook als stichting eigenlijk je invloed aanwenden om dat keer en keer bij de politiek onder de aandacht te brengen. Want je bent pleistersplakker, maar aan de andere kant van het pleistersplakken is ook dit stuk. En ik weet dat je niet alle dingen tegelijk kunt, maar wie van de organisaties of wie van degenen die daar veel kennis over hebben, werkt daaraan? Snap je mijn vraag? Dat doen we allemaal. Ja.
Dat doen we allemaal. Ik bezoek regelmatig ministerie van Buitenlandse Zaken na reizen. Ik spreek vaak politici. Van allerlei. Ik heb net een hele tour Brussel gedaan. Nou, als je ergens depressief van terugkomt. Maar dat doe ik. Ik spreek met politici. Ik probeer hen te vertellen wat ik zie in de praktijk. Ja. Ja, en waar ze volgens mij iets mee zouden moeten. Maar ja, dat nou echt opschiet, kan ik niet zeggen. Nee, maar het is me in ieder geval duidelijk. Maar we doen het wel. Ja. De aandacht, en we doen het allemaal. Er zijn ook allerlei lobbygroepen, ook op thema's, op landen. De politiek wordt volop belobbyd om het goede te doen. Mm-hmm. Maar lees de kranten. Dankjewel. Dank voor deze toevoeging. We gaan afsluiten. Helaas, ik moet heel streng zijn. De microfoon gaat weer terug. Tineke, mag ik je ontzettend bedanken voor een middag vol met informatie. Ik ga zelf in ieder geval met een heel vol hoofd weer op pad. En ik denk de meeste mensen in de zaal ook. Blijft u vooral nog even hangen, want er mag nog gerust nagepraat worden met elkaar, met mij. Misschien moet jij weer op pad. Wat is de eerste volgende reis? Weet je nog iets wat er op de planning staat? Ja, naar huis zometeen. Naar huis zometeen. En de komende maand, staat er iets in de planning? Ja, ik ben bezig met Tjaad. We moeten even kijken of dat gaat lukken, want het is én gevaarlijk én moeilijk. En ik reis zeker naar Lampedusa en naar Tunesië aan het einde van de maand. Ja, dat gaat ook goed mis. En we moeten even kijken wat Soedan allemaal op gaat leveren. Daar gaat misschien ook nog wel een keer een reis naartoe. Even zien. Daar hebben ze me ooit gearresteerd. Daar ben ik nog niet vergeten. Ook weer een spannend verhaal. Voor een volgende keer. Ik wil u in ieder geval ontzettend bedanken. Het is ontzettend fijn dat u er bent en dat u er was. En als u de opnames die u misschien op internet gaat terugkijken interessant en mooi vindt, stuur het vooral ook door. Dat mag ook. U mag ook het filmpje aan andere mensen laten zien waarvan u vindt dat ze het moeten weten. Want wij vinden dat in ieder geval wel. Ik wil in ieder geval nog, ik zeg dat wij zijn de Vrijheidscollege en wij zijn hier onder andere dankzij Rijnbrink en provincie Gelderland. En als u straks naar buiten loopt, ja, we lopen al inmiddels een half uur uit, dus misschien is de soep al koud. Maar waar ik het helemaal aan het begin over had, rondom vrijheid. De themadag die we vandaag hebben gehad, wordt afgesloten met een soepmaaltijd. Niet alleen maar van ons, in samenwerking met Stichting Straatmensen. Het plan was om het op het Mariburgplein met elkaar vrijheidssoep te drinken. Naar een recept van chefkok Londen, die ik me heb laten vertellen voor koffietijd werkt. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar dat is niet buiten vanwege het slechte worden, dat is binnen in de bibliotheek. Dus ik wil u met z'n allen uitnodigen om daar nog een kop soep met ons te drinken en nog even verder te praten. En dat was het. U kunt dus terugkijken. Ik wil u heel erg bedanken. Tineke Seelen! Dank je wel.